We zijn buiten de stad. Guys, hier gebeurt het. Oké, guys, ik ben nu boven. Oh my god, het is awesome! Hey guys, fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik weet dat jullie me na een lange tijd zien. En I'm so sorry for that. Ik heb het de laatste tijd echt druk. Plus heb ik een puist waarnaar jullie niet moeten kijken. Ik heb het verschrikkelijk druk en verschrikkelijk warm op dit moment. Ik dacht ik moet het met jullie delen, want het is echt lief wat is gebeurd. Ik weet niet als jullie weten, maar als jullie me op Facebook volgen, weten jullie dat Apollonia's Decor 20 juli 1 jaar bestaat. Ik was aan het werk en ik kreeg een call van hey, we willen een presentje voor je brengen. Omdat je 1 year anniversary vierde voor Apollonia's Decor. Hey, deze vlieg is lastig, boy. Dus ik zie het gewoon op de achtergrond. Anyway, ik heb een pakketje gekregen. Het ziet er eigenlijk zo uit. Bam! En ik dacht ik moet het met jullie delen. We gaan eerst met die grote beginnen. Die kleine gaan we zo meteen doen. Ik denk. Ik denk dat dit voeding is, guys. Alsnog gefeliciteerd jullie small business. Namens Brigitte van MK Beauty, Pedicures and More. Sa. Oh my god! Het is awesome! Ik heb gewoon een schets gezien en ik ben oh man excited. Oh my god, dit is zo lief. Ik moest het eigenlijk in mijn kast zetten. Zie? Oh. Brigitte, hartelijk bedankt hiervoor. Ik ga het gelijk in de kast doen. Eigenlijk moet je even kijken als het in de vriezer past. Dan kan je het ook in de vriezer doen. Zodat het snel koel was, zodat we het kunnen eten. Happy 1 year Apollonia's Decor! Ik heb dit ook gehad. Misschien zitten er hier cupcakes. Er staat MK Beauty. Staat er. Locatie Saramaca weg. Wauw, dit komt helemaal van Saramaca. Saramaca weg 164 zijn ze gevestigd. Ik heb niet naar mijn suit gezicht hoor, want zo'n waaier gevaarlijk. Anyway. Oh, fluffy scrunchy. Thank you. Ja, ik kan mijn haar gelijk binden. Je hebt gelijk. Ik heb 2 gehad. Eentje in royal blue. Het is echt mooi. En dan heb je deze in een soort van, hoe noem je het? Crème of, hoe noem je die kleur? Champagne. Ja, dit is champagne color. Guys, ik heb dit al zo lang ontvangen. Maar geloof me, ik heb nog niet eens open gedaan. Omdat ik wilde wachten totdat ik tijd had om te filmen om het aan jullie te wijzen. Maar dat kaartje hiervan zit in de auto. En anders kan ik jullie niet zeggen van wie ik het heb gehad. Kan je mijn kaartje even voor me pakken in de auto? Dear Apollonia. Sorry. Dear Apollonia, thank you for your awesome vlogs. Oh. Hope you enjoy your gift. XXX Heavenly 100. Heavenly 100. Het is zo. Je schrijft gewoon Heavenly en dan 100. Je kan ze opzoeken op Facebook, guys. En ik heb een pakketje van ze gekregen. Bam. Het is nog helemaal sealed. We hebben dit. Ik weet gewoon, geloof me. Ik weet niet wat het is. Brows. Dus wachten. Jullie weten dat ik geen brows heb. Het ziet er zo uit. Hey, ik ben echt blij hiermee. Het is echt mijn kleur. Ze weet het zo precies. Oeh, sharp that thing. Sharp it, sharp it. Zie je dat het mijn kleur is? Eyeshadow pencil. Wauw, dit is zo handig. Volgende dat ik heb, het heet Stay Max. Het ziet er zo uit. Stay Max waterproof mascara en eyeliner. Wauw. Powder matte lipstick.
nagpo-puting, maar nu nagpo't lipstick. Ik denk dat dit hun merk is hoor. Ik ga het niet uitspreken, ik ga het niet eens proberen. Maar dit is het. Mijn god, dat ding ziet er zo schattig uit. Bam! Oh my god, dit is zo leuk. Wacht, dan moet ik een model stand nemen. We gaan nu deze proberen. Okay. Het is echt zo mini, maar het is zo schattig. Het lijkt alsof ik nu al ervan hou. Wat is het? Een capsule. Echt in de vorm van een capsule. Oh my god, het is zo tiny cute. Dit lijkt echt op antibiotica, guys. Het is echt wel cute, hè? Cute. Dit is echt cute, hoor. Anyway, dit is zo'n kleur. Wauw, dit gaan we zeker proberen. Wachten. En het ruikt naar cacao. Ik ga het opeten. Maar mijn lippen zijn ook roos van nature dan. Is dat ding? Potty, Charles, potty. Zijn jullie er klaar voor? Ready, set, go. Cute. Het past helemaal aan deze look. Dankjewel Heavenly Haunted. Ik vind het geweldig dat jullie deze spullen voor me gestuurd hebben. En dankjewel MK Beauty. Ik ga echt genieten van die scrunchies en helemaal van die taart. Guys, het is zo snel gegaan en ik heb jullie support echt mogen ervaren. Qua ballonnen decoratie, ballonnen boeketten, bogen, standers. Huwelijken heb ik mogen versieren. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn echt geweldig. Dankjewel voor jullie support. En ik ben echt blij dat jullie steeds meer mijn creativiteit naar buiten halen. Wanneer ik naar jullie voorbeelden kijk, dan dingen wat jullie willen, ben ik echt like wow. Hey guys, aangezien... Wacht, dan maar die kan gaan. Aangezien ik in deze video heb aangegeven dat Apollonia's decor 1 jaar is, ga ik jullie vandaag meenemen om met me te komen versieren. We zijn buiten de stad. En de plek ziet er zo uit. Er zijn al genoeg staattafel voor het feestje. We hebben daar achter een badje. Zie. We gaan hier even versieren en dan neem ik jullie mee goed. Ik ben met Rocher. Ik ben met Alida. En ik ben met Rocher. Oh ja, ik ben met twee Rochers. We zijn vandaag met meerdere mensen omdat het een groot project is. En we hebben nog een project voor vandaag, dus we moeten snel doen. Guys, hier gebeurt het. Ze zijn bezig met mijn ballonnen. Oh, die backdrop is deels al gedaan. Is nog niet af. Hier hebben we twee standers. Rocher en Alida. Ik bedoel, Joanne en Rocher. Zijn daar bezig met pompen. Ja. We lopen nu naar voren. Want we gaan die ballonnenboog gelijk daar maken. Ik zweet om in. Onze bogen zijn opgezet daar. Guys, ik sta nu aan de Gamperstraat. Ik zoek een manier om over te steken. En er komen een heleboel auto's. Oké, ik heb een break gehad. We gaan. 1, 2, 3. We gaan verder. Dankjewel. Oké, ik ben over straat. Ik ga even snel een werkschoen kopen bij Steps. Want ik ga like, overal met mijn schoen. Wijzen. Dit is mijn schoen wat ik had gekregen in mijn doos. Ik ga even in die winkel. Ik ga gewoon een leuke werkschoen zoeken. Ik had jullie verteld dat ik van een lieve dame een kaartje had gekregen en geld. Oh, de naam staat hier. Hierin zit het. En dat geld ga ik gebruiken om mijn werkschoen te kopen. En hier staat Enjoy. En erin is dat geld. Het is echt lief. En ik heb dit al echt lang teruggekregen. Volgens mij aan het begin van deze maand. En het is nu al eind van de maand. Dus ik ga nu pas de schoen kopen ermee. Maar ik had het bewaard om het te delen met jullie. Anyway, de winkel heeft muziek en copyright stories. Dus ik ga jullie zo spreken goed. Dus die dames zei maar dat ik naar de tweede etage moest. Om een werkschoen te kopen. Guys, me weer.
Mi waka wang itasha mi weer gelijk. Is het hier? Gaat het open? Kan je wel naar beneden? Oh, het is al open. Mi gado mi dom. Oké, guys, ik ben nu boven. Hier boven ben ik. En we moeten naar beneden. Zo ziet de straat eruit. En het is echt leuk dat je naar buiten kan zien. Maar anyway, naar mijn afwas. Wow, is awesome. Wow. Bam. Hi guys. Vandaag is donderdag en ik neem jullie eventjes mee. Ik ben er. Ik moet even alle procedures volgen. Handen ons met de laboratories. Alright, guys. Hier is niet zo druk, dat is leuk. Dan moet je die dingen volgen, verlopen. De pakketje afhalen? Ja, ja. Wat is het nummer? Is het vlogtafel? Guys, ik ben in de auto. En ik wil mijn pakketje in de auto openmaken, want altijd doe ik het gewoon thuis, like in een sit-down. Maar nu gaan we het aan rijden doen. We zijn in een file, dus vandaar dat ik mijn belt achter me heb gezet, zodat ik een beetje... Dus niet dat we om in hoppie hard rijden en zo. We zijn in een file, dus don't be scared. Er gaat niets gebeuren. Bam! Volgens Klauw. Dus Klauw, hierbij wil ik je van harte bedanken voor dit pakketje. Ik vind het echt awesome. Ik stond gewoon op een ochtend en ik kreeg een berichtje van haar. En waarbij ze aangaf van, hey, ik heb je video gezien. En ja, ik wil een pakketje voor je sturen. Mag ik je adres? En zo en zo en zo. Heel lief hoor. En ze zei nog, ik weet niet of ik, mag ik de naam noemen? Ik weet even niet, maar ik heb de naam al genoemd, dus jullie weten het al. Dus volgens Klauw, I'm sorry als je naam niet erbij mag. Zo ziet het eruit, want daar staat er geen informatie. Zo'n doos. En ik weet zeker dat het een schoen is, dat er een schoen hierin zit. Omdat ik mocht kiezen, ik had keus. Ze heeft een paar foto's voor me gestuurd aan schoenen dat ze zou bestellen. Dus ik mocht kiezen. Anyway, where to start? Er zit meer dan een schoen erin, dat heb ik alvast gezien. Bam. Als je het openmaakt, zie je dit alvast. Wacht hem. Bam. Het zijn doeken van mijn keuken, denk ik. Om dat maar niet zomaar dingen zeggen, maar het lijkt wel op doeken van mijn keuken. Vooral deze, lekker op een handdoek en het is... Oeh, people know! Guys, jullie weten het allemaal gewoon. Mijn keuken is rood, you know. Dus ik heb keukendoek gekregen. Dit is één. Want ik zie nog één. Vandaar dat ik begon met tellen. Twee. It's beginning to look a lot like Christmas. Hey, ik hoorde een reclame op radio. Toch? Christmas in July. Het is not true, true Christmas in July. Vandaag is 28 juli, so I have Christmas in July. Want ik heb mijn pakketje gehad, het is gewoon Christmas voor me. En dan heb ik nog eentje. Oh, laat me lezen, want ik weet even niet wat het is. Dit is een grijze. Is het een bruin, grijs, een witte. En dan heb ik dit, een rode. Maar dit is een set of 8. Even doekjes. Dus dit zijn 8 doeken. Mijn keuken is helemaal verrast. En dan hebben we dit. Ik denk dat het een slaappak is hoor. Ladies. Dit. We gaan het even open doen zodat we het even kunnen zien. En everything is sealed, 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 you know. Damn, het is zo schattig. Echt leuk. Oh my god, zien jullie mijn voet al erin? Dus ik vind het zo leuk. Thank you, Klauw.
Dankjewel, Klo. Ik ben echt blij hoor. Dus guys, toen ik dit zag, was ik like, wauw, ik hou van dit materiaal. En ik mocht dit ook uitkiezen. Er waren meerdere modellen, maar ik heb hiervoor gekozen omdat ik het echt leuk vond. Is het zo stevig? Like, oh my god. Ik hou echt niet van. Ik ben in de auto en ik kom net van een levering van een bestelling. En het was voor een supporter van me. En het is zo lief, dus ik moest haar pakketje voor haar brengen. En ze gaf me een cadeautje dat ze zelf heeft gemaakt en zelf heeft gekocht. Want ze zei, er is ook iets kleins dat ze heeft gekocht erin. Maar ik vond het echt zo lief en thoughtful. Dus ik ga dat met jullie unpacken, om het zo te zeggen. Dit is het, guys. En ze heeft zo veertjes geplakt erop. Zo creatief. Het is zo creatief. Love Apollonia. Dus wacht, het heeft een touwtje. Ik weet niet als ik het... Wacht hoor, dan ben ik jullie wijzen. Zien jullie het goed? Het is zo. Maar het heeft een touwtje. Dus ik denk dat het een tasje wordt of zo. Ik heb het zo. Kan je het like dit houden. En het is echt lief. En hierachter heeft ze ook getekend. Ik neem aan dat ik die grote ben, hè? Dus dit ben ik. En dit is zij. Is echt lief. Zo creatief is ze. En dan heeft ze hier een hart gemaakt van paperclip. Ze is echt creatief geweest hiermee. En ik ben echt, echt, echt blij ermee. En we zien wat het is. Zo lief. Oh my god. Dit is echt lief. Wauw. Zo, zo, zo cute. Oh my god, ik zie me al. Wauw, het past eigenlijk op mijn kleding nu. Oh, het is echt lief. Ik ben echt dankbaar. En er staat love erop. Oh, dit is echt lief. Dankjewel. Dankjewel, Ishara. Dankjewel dat je je moeite hebt gemaakt om dit te maken. Ik ben echt heel blij ermee. Thank you. De zon schijnt letterlijk in de auto. Maar ik ga even snel de shoutouts doen. De shoutout van vandaag gaat naar Jamaica Adams, Samani Weibold, Kimani Weibold, Ami Meynals, Gary Meynals, Gabrielle Meynals. Verder gaat de shoutout naar Difoncio Rosen, Chandel Limon, Sherilyne, Destiny Meynals, Crystal Seymour. En ik doe een grote... grote, dikke shout-out naar Ishara. Dat waren het voor de shout-outs van vandaag, guys. Dat was het voor deze video, guys. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je genoten hebt van deze video, like, comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Bye!